voor je vrienden. Hoe is hij daar? Hier is hij helemaal. Toppie. Enthousiast of wat? Dacht het. Ik heb er gewoon weer zin in. Laatst kwam ik naar me toe en zei: Jantje, waarom doe jij eigenlijk die rare reviews? Dat heb je toch helemaal niet nodig? Verschrikkelijk jeuk in mijn ongeluk. Ah! Ik zei: nou vriend, inderdaad heb ik dat niet nodig. Want wat heb ik eraan? Eigenlijk niets. Het brengt mij weinig. Maar het is goed voor de mensen. Ik zeg, het is goed voor de mensen, vriend. Want luister, entertainment in dit land ligt op een laag pitje. Liever zeggen, er is bijna nauwelijks nog entertainment. En als er entertainment is, dan is het altijd heel erg... ja, vanuit een bepaalde idealistische hoek of goedgekeurd door de grachtengordel. Maar gewoon een beetje slap entertainment. Die is er bijna niet meer bij. Ik ben langzamerhand de koning van de slap entertainment geworden. En ik vind het geen enkel probleem. Maar goed, er zit hier gewoon een beetje een, ja, wat wil ik zeggen, wat pafferige man van midden 40. Dingen te testen gaat nergens over. Maar goed, we kijken lekker weg. Jullie zijn even lekker 10 minuutjes van deze verdomde, bittere, donkere wereld weg. En ja, ik doe waarvoor ik op aarde ben gezet. Ja, een klein nihilistisch groepje voor maken. Kom uit, bommen. Ga er gewoon mee verder. Nou, trouwens, dat weet ik niet. Weet je hoeveel ik er al gemaakt heb? Je zit er geloof ik op 254. Gaat er helemaal nergens over. Niks beter te doen. En daarop is de antwoord, dames en heren, jongens en meisjes. Nee. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Ahmedje opgestuurd? Laten wij gaan kijken, want ik ben zo benieuwd. Ahmed, verwonder ons met je producten. Dat is nieuw dit. Ik vond geen succes, maar... Jezus. Stukjes ananas in blik. Is er een reden waarom je stukjes ananas zou eten? Of ringen ananas? Wat is, oh, dit zijn stukjes in sap. Dit zijn... stukjes in sap. Oh, dat zijn gewoon normaal stukjes. Ik dacht dat ringen waren, jongen. Want dit zijn dan wel ringen. Eigenlijk zijn het ook gewoon stukjes, alleen hebben ze heel gelaten. Is er een reden om dit te kopen? Is... voor Ahmed was er een reden dat ik ze proef. Dat kun je nog een goede reden noemen. Maar is er buiten dat een reden, een goede reden te bedenken, waarop je op een dag zegt, lief schat, ik ga even naar de winkel stukjes ananas kopen. Of ananas stukjes kopen. Ik denk het niet. God, wat heb ik een jeuk in mijn oor. Die ananas, ik vind het een rare vrucht. Ik vind het een rare vrucht. Eigenlijk is natuurlijk de opperste vorm van een hekel aan ananas gekomen. Toen een van de idioten het op een pizza heeft gesodemieterd. Kijk, experimenteren, prima. Van de keuken tot de slaapkamer. Ik vind het allemaal goed. Maar je kan ook te ver gaan. Ik vind mensen die pizza ananas bestellen, ik heb er weinig mee. Ik heb er weinig mee. En dat is dus de reden dat je dit soort stukjes koopt. Omdat je een pizzeria hebt en mensen bestellen die troep. Een andere reden zie ik niet. Want is het lekker? Is ananas een lekkere vrucht? En weet je wat Engels is voor ananas? NNS. Nee, is pineapple. Nou goed, waar het om gaat, is het smakelijk? Ik vind die heel lekker. Ik vind die vies, maar ananas is ja... ananas is gewoon heel ananas, weet je wel. Dat je denkt, ja waar smaakt die nou? Ja, dat smaakt naar ananas. Dan gaan ook allemaal verhalen over ananas. Dat als je de kern op eet, dat je dan geloof ik al pijn in je hoofd krijgt. Dat is ook een verhaal als je als man heel veel ananas en ananas sap drinkt en ananas stukjes eet. Dat bepaalde vloeistoffen zoet worden. Ja, snapt u? Dat verhaal gaat ook. Ook een goede reden trouwens om ananas te eten. Maar om ananas te eten vanwege de ananas, ik snap het niet. Vroeger was ik met een vrouw samen, die kocht bijna elke week een ananas. En die was dan, ik weet niet hoe lang bezig, om de pleurisdingen te mollen, zodat de kinderen blikjes ananas konden eten. Ja, koop ze dan op sap, zou ik zeggen. En je zal dan wel weer helemaal volgejekkerd zijn met suiker, dat water om het goed te houden, maar ja goed. Jongens, ik heb er weinig mee. Nee, goed. Albert Heijn, ananas op sap. Fairtrade Original, dat is altijd de duurste, hè? Die zijn altijd heel erg duur, Fairtrade Original. Ananas op sap. Del Monte, dat is gewoon een ouderwets merk voor fruit op sap. Ananas op zak.
Sap, niet op zak. Geen ananas op zak. Dat wordt een beetje groot ding op zak te hebben. Wat zit erin? Ananas, helder ananassap, suiker. Ja, dat is dus best wel simpel. Wat hebben ze dan bij die Fairtrade erin gesodemieten? Want die willen dan altijd net een beetje aanstellen. Dan zeggen ze geen suiker, maar rietsuiker of zo. Staat er ook anders dan... staat godverdik alleen maar in het Frans. Dans leur jus, op eigen sap. Maar voor de rest staat het niet vertaald. Er staat niet vertaald wat erin zit. En het komt verdikken nog uit Nederland ook. Even kijken hoor, kan ik dat nog ergens vinden? Ingredient, oui, non. Oh, het staat gewoon in het Nederlands erbij. Goedemorgen. Geproduceerd in Thailand, hartstikke leuk. Er staat godverdikken. Nou ja, ananas en ananassap. Hier hebben ze geen suiker bij gemieterd. En dit, wat hebben ze hierbij gesodemieterd? Waarom moet het allemaal zo klein, jongens? Ananas, ananassap en suiker. Dus dat is gewoon hetzelfde als dit. Alleen deze heeft geen suiker. Dus dit zou hetzelfde moeten smaken. En deze zou anders moeten smaken. Dit is de goedkoopste middensegment. En duur, want Fairtrade. En helemaal goed gekeurd. De linkse meisjes, die moet ik een koffie drinken. Amen. Ik ga een vorkje pakken. Want ik ga die niet zonder vorkje eten. Hop, daar is hij. Want zoals mijn grootmoeder altijd zei. Orkie, orkie, orkie. Je moeder op een vorkie. Heeft ze nooit gezegd. Maar dat maakt niet uit. We beginnen bij de goedkoopste van de Appie de Gappie. Oh, ik zit nu al helemaal onder het sap. Bijzonder irritant. Maar goed. Ja, wat heb je? Ja, ja er zit stukjes ananas in sap. Ja, het is niet zo'n heel ingewikkeld product vandaag met deze week. Een beetje bleek stukje sap of ananas. Jezus. Het smaakt naar ananas. Ja. Het is... Ik denk dat de sap lekkerder is dan het fruitje. Het fruitje is echt een beetje doorweekt. En nu ik dit eet, denk ik, ja... Wat, die ananas doet zo weinig. Beetje smakeloze ananas. Hoe zit het met het middensegment van Del Monte? Oh ja, shit, dat waren hele schijven. Hier, hele schijven. Die pleuren ze ook wel eens op ananaspizza. Verschrikkelijk. Groot verschil. Bij Del Monte zit er nog bite in een ananas. Bij de Albert Heijn is hij bleek. Hier is hij geel. Hier bijt je op iets. Bij die van Albert Heijn. Dan kun je door het spleetje van je tanden heen zuigen. Die is helemaal verlopen. Hoe heet dat? Die is helemaal doorweekt. Die is helemaal verzadigd. De ananas schijf van Del Monte. Ja, smaakt beter dan die. Terwijl het eigenlijk hetzelfde zou moeten zijn. Dus ook suiker, ananassap en ananas. Alleen, wat is er toch met die van Albert Heijn gebeurd? Zijn wat een hondsbleelijke dingen. Knallen we gelijk door naar de allerduurste, Fairtrade. Dan weet je het wel. Daar is heel eerlijk in gehandeld. Dat is allemaal wel. Ja, oh kijk. Verschil. Hier dingetjes ananas, ja, zie je dat? Godverju. Nou, bij die van Albert Heijn zit meer sap dan vruchten. Hier zit ook vrucht in. En die van hier zijn ook geel. Waar die van Albert Heijn wit zijn. En in deze dingen zit geen suiker bijgevoerd. Wat wel opvalt is dat ze heel dun zijn. En ook, er zit er ook geen bite meer in. Ze zijn net zo verzadigd als die dingen van de Albert Heijn. Punt. Die dingen van de Albert Heijn zijn wit, heel groot en bonkerig. En smaken helemaal niet. Smaken eerder bitter en zuur. Die kleine dingetjes van de Fairtrade. Geel. Ook verzadigd. Smaken zoeter terwijl er geen suiker bij is gepleurd. Dus ik denk, ik ben ook maar een leek, dat Albert Heijn smerige ananas erin sodemietert. Ja, weet ik het verschil tussen de ene ananas en de andere ananas? Ik zou het niet weten. Maar deze twee zijn lekker geel en gezoet. Of zoet, die is niet eens gezoet, die is wel gezoet. En die van Albert Heijn is gewoon vies.
En wat scheelt het op een blikje? Nou, dit zal echt minst kosten. Maar die is dan toch niet heel veel duurder en zoveel meer smaakvol? Die van Albert Heijn is gewoon niet te bakken. En die van Fairtrade is smaakvol. Geef het even toe. Tijd voor de cijfertjes! Voor ananas in of uit blik. Ja, die van Albert Heijn is zo'n waardeloze bende. Allemaal leuke en aardige Albert Heijn. Maar er zitten vieze, grauwe stukjes ananas in. Wit. Ananas is niet wit, de maat. Ananas is geel. En wel verzaagd, dus je kan er zo doorheen bijten. Maar je hoeft niet eens te bijten. Je hoeft niet eens tanden in je mond te hebben om dat te doen. En dan komt er een beetje bitterzure smaak. En er zit een beetje suiker in het vocht waar het in hangt. Voor deze echt waardeloos product, die krijg van mij een 3. Gaat verrieken. Hé, hey, lekkere scheet. Dan komt de Fairtrade. Die is stukken beter. De Fairtrade, daar is de ananas gewoon geel, zoals het hoort. Daar hebben ze geen suiker bij gesodemieterd, bij het sap en de ananas. Edel vele malen zoeter dan deze, waar wel suiker in zit. De ananas smaakt, maar is ook helemaal doorweekt. En dan kun je wel zeggen, ja, jammer, dat is een schijf en die niet. Ja, mol, die zit toch ook in het sap. Deze zijn ook een beetje te flussig. Maar goed te doen, die krijgen van mij gewoon een 6. En de winnaar zijn de schijven van Belmonte. Zoet, smaakvol, geel. En je hebt iets om op te kauwen. Ik bedoel, hier heb je ananas. Hier heb je, weet je, snap je wat ik bedoel? Ik vind het gewoon prima voor een ananas schijf. Die is helemaal goed. Krijg van mij 7, klaar. Voor de rest begrijp ik nog steeds niet wat je ermee moet met ananas. Maar dat zoek je zelf maar uit. Ja? Mooi. Nou, ja. Dag. Dag.